een zwart gordijn voor deze tentoonstelling. Waarom? Ja, de tentoonstelling bevat menselijke preparaten die voor sommige mensen wel schokkend kunnen zijn. Dus wij waarschuwen ook van tevoren van als je dit niet wil zien, dan moet je niet door het gordijn gaan. De tentoonstelling is ingedeeld op afwijking. Nu worden er geen kinderen meer geboren met open ruggetjes of een waterhoofd dankzij de 20 weken echo. Maar in de 16e eeuw wel. Toen werd ook heel anders gedacht over mensen met een afwijking, weet dokter Erwin Compagne, verzamelaar van antieke medische boeken. Men dacht toen dat vrouwen geslachtsgemeenschap hadden gehad met de duivel, het zwarte zaad. En dan kreeg je dit soort kinderen. En men ging ook verhalen verzinnen. Dus we hebben hier ook, nou, de titel heet ook, de tentoonstelling heet ook Sterrenkijkers Paddenkoppen. Nou, paddenkoppen, dat zijn kinderen die geboren worden zonder schedeldak en zonder hersenen. En vroeger dacht men dat als een vrouw zwanger was en er sprong een pad of een kik op het bed van die zwangere, nou, dan werd er zo'n kind geboren. Later trokken de lilliputters en vrouwen met baarden naar de kermis. Maar deze tentoonstelling moest absoluut geen freakshow worden. Daar heeft moeilijker voor gezorgd. Door mensen en dieren met elkaar te combineren en ook antieke medische boeken erbij tentoon te stellen, die laten zien dat dit soort afwijkingen, dat het nuttig geweest is om deze afwijkingen te bewaren. Die zijn allemaal afgebeeld. En we laten ook zien hoe er tegenwoordig in de medische wetenschap met dit soort afwijkingen wordt omgegaan. Het is dus een serieuze tentoonstelling, maar moeilijker zou moeilijker niet zijn als hij er toch iets grappigs kan vinden. Ja, dat is wel een van mijn favorieten. Dus een letterlijke kip zonder kop, een kuikentje dan wel te verstaan. Alleen maar het achterlijf en de pootjes en verder niks. Vanaf zaterdag mag ook het publiek achter het zwarte gordijn.